hele goede morgen. Het is vandaag... Oh, ik wil even tv uitzetten hoor. Vandaag dinsdag. Ik heb net even heerlijk gedoucht. Het ziet een beetje raar uit, want ik heb natuurlijk al helemaal mijn make-up gedaan. Maar ik had eerst mijn make-up gedaan. Toen dacht ik, oh, ik voel me niet zo fris. Ik ga gelijk douchen. Toen heb ik gewoon gelijk mijn haren gewassen. Met make-up op. Maar ik heb vandaag alleen geslapen. Want Nessim was in Nijmegen voor opnames. Als het goed is, is Nessim nu bezig met zijn theorie. Voor zijn motorrijbewijs. En ik weet dat hij in praktijk gewoon veel beter is dan in theorie. Dus ik hoop echt dat hij het gaat halen. Hij komt zo met een half uur thuis. Ik ben echt heel erg benieuwd. Het is vandaag trouwens echt super warm. Het wordt 33 graden. En ik voel het gewoon ook echt. Ik wil eigenlijk vanochtend gewoon vertrekken naar het strand. Ik zou eigenlijk bezoek krijgen. En dan zouden we samen naar het strand gaan in de ochtend. Maar... die kon op het laatste moment helaas niet meer. En nu komt Nessie, maar best wel aan de late kant. Echt zo midden op de dag. Dus ik hoop dat we nog wel iets leuks kunnen doen. Ik ga nu even snel mijn haren kammen en föhnen. Of ik moet het vast doen. Ik weet het eigenlijk ook niet. Merken jullie trouwens hoe bruin ik ben geworden gisteren? Ik heb gisteren dus niet gevlogd. Ik heb lopen zonnen. En ik ben echt zo lekker bruin geworden. Ik ben lang niet meer zo bruin geweest. Wat ik jullie ook wou laten zien is deze body mist die net is binnengekomen. Ik had iets nodig. Op een website had ik het besteld. Dan moest ik voor €1 nog iets toevoegen om gratis verzendkosten te betalen. Anders moest ik iets van €3,50 verzendkosten betalen. En toen dacht ik van, nou ja, ik kan net zo goed iets toevoegen voor ongeveer €4. Dan heb ik eigenlijk een gratis product. Dan heb ik dit uitgekozen. Het is een body mist. Van het merk Terme. Of Terme. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Maar ik had dus echt nooit verwacht dat dit lekker zou zijn. Want ik heb hier een keer een deo van gehad. En ik vond het echt een vies geurtje hebben. Maar deze is niet normaal lekker. Het is met roosjesgeur. Het is echt gewoon een body mist. En ik vind een body mist echt heerlijk in de zomer. Vind ik veel lekkerder dan een parfum op of zo. Oh, deze is echt zo lekker. Ze heeft me net gebeld en hij is gezakt. Echt sneu. Hij had maar 1 fout te veel, besef. 1 fucking fout. Ik kan er echt pissig van worden. Maar goed, ik had al verwacht dat hij theorie iets minder zou doen dan praktijk. En daar is hij gewoon veel beter in. Maar ja, 1 fout te veel is wel een echt balen, man. Ik hoop niet dat hij zo chagrijnig thuis komt nu. Jongens, ik heb mijn haar een soort van gedaan. Ik laat het gewoon zo opdrogen. Ik heb het hier gewoon zo gedaan. Maar van achter heb ik het dus niet vast. Ik heb het gewoon los van achter. Maar ik heb er echt heel veel spul in gedaan om te kijken hoe het gaat opdrogen. Waarschijnlijk echt niet mooi. En ik heb deze oorbelletjes in. Zo, ik heb me inmiddels omgekleed. Mijn haar is nog steeds niet droog. Nee, ze is trouwens inmiddels thuis. Maar hij ligt even op bed. Hij is een beetje... boos. Ik heb die vorige oorbellen even... uitgedaan, vond het dan niet zo heel erg leuk. Ik ga deze oorbellen nu dragen. Oh ja, ik vind deze oorbellen veel leuker. Ik heb trouwens een jurkje aan van Alice Sisters die ik vorig jaar had binnengekregen. Maar die me niet paste toen destijds. En ik ging hem net voor de grap gewoon even passen. En ik pas hem, dus ik laat even zien hoe hij eruit ziet. Dit is dus het jurkje. Deze is dus van Alice Sisters. Die hebben ze volgens mij nog wel. Ze hebben deze in het wit en in het zwart. En ik was een beetje in een zwarte vibe. Oké, ik heb nu al mijn sieraden om. Dat is het een beetje. En ik denk dat ik deze schoenen hieronder aan ga doen. Dat lijkt me echt heel erg cute. Lekker aan het eten, vriendin. Lekker hoor. Lekker. Zo, ik zag net dat het hele jurkje onder de stof zat. Dus ik ga het eventjes een beetje schoonmaken. Oeh. En ik ga nu die lekkere body mist op doen. Ik kom net van de supermarkt, super warm. Ik dacht, ja, waar zullen we gaan eten? Toen dacht ik, ja, overal waar een terras is waarschijnlijk nu heel erg druk. En ik weet ook niet echt goed wat ik wil eten. Ik wil ook heel gezond eten. Dus ik dacht, ik ga even langs de supermarkt. Ik haal gewoon even lekker dingetjes voor een sla. En dan ga ik gewoon even lekker grillen, denk ik. En gewoon even van alles wat een beetje eten. Gewoon lekker gezond voer. Oké, ik heb gehaald aardbeidjes. Die gaan bij ons heel snel op. Pure chocola. Citroentjes voor in mijn salades. Sla. Rode kool, even nog meer sla. Gesneden uitjes, want ik heb er echt even geen zin in vandaag. Te warm ervoor. Tauzé. Witte kool. Oh, een tijdje geleden zei ik dat ik dit niet zo lekker vond. Maar ik wil het toch even een kans geven. Champignons. En hier houdt Nessim absoluut niet van. En tomaatjes, biertomaatjes. Zo, ik heb de rode kool en de witte kool door elkaar gemengd. En ik ga daar komkommer doorheen doen. Zo, en ik ga nu een heel simpele dressing maken met azijn. Citroen, zout, peper, een beetje mayo. Dan heb je ongeveer dit. Ik heb ook bieslook toegevoegd. Gaat hier overheen. Dan ziet het er zo uit. Het trekt ook echt super fris. Heerlijk. En de reden waarom ik hiermee ben begonnen is omdat ik deze nu even in de koelkast laat. En dan wordt het nog lekker en dan gaat het allemaal lekker in elkaar trekken. Jullie staan nu op de ventilator. Daarom draait hij nu rond. Ik ga stuk. Ik ga even een gemberschrotje snel achterover douwen. Ik heb hier twee borden met sla neergelegd. En nu even de uitjes aanpakken. Piontjes en uitjes gesneden. Rode uikel bij de salade trouwens. En deze ga ik zo opbakken. We gaan nu lekker burgers grillen. Van de groente bakken. Dat hoefde eigenlijk niet, maar ik had het nog open in de koelkast en anders werd het zonde. Zo, eten is klaar. Nu kunnen we dus zelf onze salade samenstellen. Ik vind het zo leuk. Het lijkt wel een afhaalmaaltijd. Lekker. Lekker dressing. Ik heb nog een dressing bij gemaakt en het is met ketchup, citroen, zout, peper. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal erin heb gedaan, maar het rook zo lekker. En tomaatjes met uitjes, tauzé, snijboontjes, champignons, salade met rode kool, witte kool en komkommer. En eigenlijk doodsimpele hamburgertjes, gewoon grillen. Heerlijk. Heel slecht dit. Ik dacht ik ga vandaag echt goed vloggen, ik heb er zin in, ik ga veel dingen doen vandaag. Nou, het enige wat wij hebben gedaan... Tegen de camera. Het enige wat wij hebben gedaan vandaag is op bed liggen. Toen Nessim thuis kwam. Nessim is nu even aan het douchen. En ik ben me weer even aan het opfrissen. Want ja, we wilden toch wel graag iets doen. Het is nu best wel al laat. Maar ik denk 8:30, 9 uur zoiets. Maar we willen nog even een terrasje of zo pakken. Als het nog lukt. Vast wel. Maar ik denk dat ze een beetje vol zitten. In ieder geval, ik ga me omkleden en dan zie ik jullie straks. Nou, wij zitten inmiddels in de auto. Nessim is ook wakker, jongens. Nessim is in mijn vlog. Yay! Ik was vandaag niet zo vrolijk, hè? Nee. Nessim, ga je vertellen wat vanochtend is gebeurd? Waar is het misgegaan? Waar is het misgegaan? Vertel het even aan mijn volgers. Boeit niet. Nessim had één foto veel. Ben je verdrietig? Ja. En Nessim was wel echt verdrietig vandaag. Hij ging gelijk naar de slaapkamer en hij ging op bed daar liggen. Hij wou niet eens eten. En toen had ik dus gekookt voor ons en toen ging hij met tegenzin gewoon eten. Jij keek zo echt heel boos naar je eten. Nee, ik was wel vooruit aan het staren. Zo. Ik ben gewoon meer een praktijkmens, dat is gewoon gebleken in mijn leven. Dat zei ik ook echt tegen mijn volgers, nou, ze is gewoon beter in praktijk dan in theorie. Maar ja, goed, wij zijn dus onderweg naar ergens. Wij gaan richting de stad ergens even een terrasje pakken, waarschijnlijk Witte de With. Ik heb weer hetzelfde eigenlijk aangedaan als vanmiddag. En ik heb mijn haar iets anders gedaan, ik heb een plukje hiervoor, heb ik echt nog nooit gehad. Vind je het mooi? Dit is een plukje. Ik heb weinig geslapen vandaag. Ik ook. Weet je waarom ik weinig heb geslapen? Nee. Als je opnames hebt in de nacht, kan ik niet slapen want ik weet dat jij zeg maar in je nest ligt. Ja. Omdat ik me altijd zo druk maak. Ik denk, stel je voor, er is wat gebeurd of gebeurt wat, dan ben ik aan het slapen. Ik kan dan gewoon echt niet slapen. Schat, ik heb gewoon een ritme. En in ieder geval, ik sliep ook gewoon dezelfde tijd. Ik sliep later dan jij, weet je waarom? Ja, dat zat ik vanochtend pas 4 uur of zo. Ja. daarna, weet je waarom? Je opnames waren klaar en ik zat te kijken van, nou ja, ik heb niks meer gehoord. We hadden toch gebeld naar de opnames? Nee, voor de opnames. Ik moest nog een intro opnemen. Ja, en toen ik ben gewoon zo snel mogelijk naar mijn kamer gaan. Ik ben gewoon in slaap gevallen. En ja, hij gaat dus gewoon in slaap vallen. En ik ben van, oh, is hij nou wel of niet op zijn hotelkamer? Is er wat gebeurd? Bla, bla, bla. Toen heb ik gekeken bij jouw collega's. Ik ben gecycled. Jezus. Op de Insta-story. En toen had Sophie geplaatst dan of zo. Klaar met de opname. Ik denk, oh, dat was een uur geleden. Dankjewel, Nessim. Dus ik ben later dan jou gaan slapen. Sorry. Dus we zitten echt op iedereen te haten die een motor heeft. Wat zei je nou net over deze vrouw? Zij heeft ook gewoon de rijbewijs kunnen halen. Maar ze rijdt over de witte strepen, dat mag helemaal niet. Je mag niet over de witte pijlen rijden. Dat je het maar weet, ja, hoor. Precies. Niet goed gedaan, hè? Nee, maar wel gehaald, hè? Ja. Ik niet. Ik heb mijn theorie niet gehaald. Ja? Dan mag gewoon weer dicht voor schummen. Waarom was je zo boos? Omdat ik zeg dat vrouwen het algemeen beter zijn, blijkbaar in theorie. Ik zie al twee vrouwen op een fucking motor. Jij is echt boos. Dat is toch niet leuk, man. We zitten nu op Witte de With bij Ballroom. Wij gingen naar Bassa, maar die ging sluiten. Tenminste, de keuken ging sluiten, dus hadden we niet meer zoveel aan. En ik was hier vorig jaar echt bijna elke dag in de zomer toen jij op zomer toe was. Want Esme hier bij Ballroom. En dan gingen we elke keer die alcoholvrije cocktails nemen. Ja. En dat heb ik net ook gedaan met Nessim. Oh, leuk hoor. Dit zijn onze drankjes. Ik heb ginger orange en Esme heeft rose met lemon, hè? Lekker hoor. Lekker. Wat er hier staat, in the future everyone will be famous for 15 minutes. Nessim is een foto ervan maken. Ja, heb je hem? Wij hebben echt een lekker drankje gedaan bij Ballroom. En heb ik pakmobile uitgedaan. Zeker. Wij gaan nu even op zoek naar een ijssalon. Want ijssalon hier in Witte de With, die is net gesloten. En we hadden nog wel zin in een ijsje vandaag. Was het wel gezellig, hè? Het leek alsof we op vakantie waren. Ja. En doen soort dingen echt bijna nooit meer. We hebben lekker een ijsje. Ik heb stracciatella met banaan. En welke smaak heb jij? Banaan? Oreo banaan. Lekker man. Net thuis. Oh, het was zo lekker afgekoeld buiten. Echt super heerlijk weer. We zijn nog even langs de McDonald's geweest. Hebben een cappuccino gehaald. Ik ga daar nu even van genieten. En we gaan nu even lekker, denk ik, op de bank zitten. Gewoon even genieten. Ik heb echt een lekkere avond gehad. Ik vond het overdag echt zo warm en we hebben helemaal niks gedaan. Maar avond is echt lekker. Als je ook maar even een drankje doet of zo buiten, is het gewoon heerlijk. Lekker alsof je in Turkije zit of zo.